Kita bikin hari apa? Hari Pahlawan tanggal 12 April. Kita memperingati Mr. Dr. Chris Mukil ditembak mati. Kita terlupa 65 tahun lalu kutong pihak orto tua saudara-saudara taruh kaki di tanah Belanda ini. Tanggal apa? Tanggal proklamasi RNS. Tanggal dong simbol kembali di Ambon buat tulung Ambon yang sudah menderita dibawa di tanah Belanda buat sementara saja. Sampai sekarang masih ada. Mengkali walaupun orang tua sini masih ada. Kita mesti berbangga. Tahanan-tahanan yang sekarang masih ada di Maluku, orang berkelahi sama-sama dengan apa yang kita mau tahun 50, yaitu mengatur untuk menasi bangsa sendiri. Itu 10 orang lain buat atur untuk menasi bangsa sendiri. Heeft allemaal te maken met mensenrechten. We hebben recht om onze lot zelf te bepalen. We hebben ons zelfbeschikkingsrecht. Onze mensen worden gewoon vastgehouden, vastgezet voor jaren, alleen omdat ze worden recht opkomen. Dat wil ik even vandaag benadrukken. De Molotos met Dassi Arabei. Maar ook een Dassar voor Bakkerij Kroes. Ito Seja. Kom naar aan. Demokasi. Demokasi van de Koeien. Dan wil ik in het kort toch de heer Van Bommel uitnodigen. Voor een kort woordje. We willen het niet te lang maken, alsjeblieft. En dan... Dan moet je niet tegen de Tweede Kamer lukken. We zullen allemaal eten. Dank u wel. Beste mensen, wat was het een mooi gezicht om al die Molukse vlaggen vandaag te zien. In al die plaatsen waar we geweest zijn, op de viaducten, hier vanavond. En wat is het dan triest als we weten wat het mensen oplevert als ze dat op de Molukken doen. En daarom ben ik blij dat ik er de hele dag vandaag bij kon zijn. Het weer heeft een handje geholpen, Honda ook. Mijn honden. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En een van de vorige sprekers zei het al. Het gaat er niet alleen om dat wij hier vanavond weten waarom we hier zijn. Heel Nederland moet dat weten. En wij moeten zorgen, en daar zal ik mijn bijdrage aan leveren, dat het volgend jaar nog drukker wordt. En dat er nog meer Nederlanders meekomen rijden, meekomen doen en meekomen collecteren voor de politieke gevangenen op de Molukken en hun familie. Dat moet volgens mij de doelstelling zijn. Verbetering. Laat het verhaal van de Molukkers die naar Nederland gekomen zijn, laat dat verhaal niet verloren gaan. Het mooie boek Gesloten Koffers van Sylvia Pessy-Rerom, wat pas is uitgekomen, zou verplicht leesvoer moeten zijn op de middelbare school. Ik zal het in ieder geval aan alle jongeren die dat willen lezen, zal ik het geven. De geschiedenis van de Molukkers is een beroven geschiedenis. Waar Nederland, de staat der Nederlanden, een hele kwalijke rol heeft gespeeld. Samen met de regering in ballingschap zal ik proberen de Nederlandse regering alsnog haar verantwoordelijkheid te laten nemen. U kunt op mij rekenen, u kunt op de SP rekenen. Dank u wel. En dan tot slot de Kapala Negara. Dankjewel. Atas nama pemerintah RMS ini juga mau sampaikan selamat datang untuk semua bangsa Maluku yang hari pada hari ini. Bina! Saya rasa ini hari yang sangat penting dalam sejarah Republik Maluku Selatan. Karena pada hari ini kita sama-sama memperingatkan hari kematian Dr. Smokin. Juga kita ingat pada kita punya saudara-saudara yang ada dalam tawanan oleh Kanada yang dikasih naik bendera. Ik wil namens de RMS hier iedereen vandaag hier harte welkom heten. Het is een belangrijke dag omdat we natuurlijk vandaag in de eerste plaats herdenken dat 50 jaar geleden dokter meester Chris Mokel geëxecuteerd. Het is een belangrijk feit, met name ook niet alleen omdat hij geëxecuteerd is zonder dat hij
een eerlijk proces heeft gehad, zonder dat de hele wereld, maar met name Nederland, heeft geprobeerd om hem uit de dodencel te redden. Maar met name is het nog kwetsender dat op de dag van vandaag het graf van dokter Smokiel nog steeds niet bekend is gemaakt. Dat is natuurlijk heel erg kwetsend, heel erg dramatisch voor de familieleden, meneer Smokiel, Tommy, maar ook voor het totale Molukse volk is dat een kwetsing van ons recht om minimaal te weten waar dokter Smokiel is begraven. Dat is een recht wat ons allemaal toekomt, wat niets met politiek te maken heeft, maar puur met fatsoen. Bekendmaken waar onze president uit de jaren 50 begraven ligt. We blijven ons met ons allen daarvoor inzetten. En ook vandaag als vandaag is daarom belangrijk. Het is een dag. Maar moet wel die aandacht krijgen die het nodig heeft. Ik ben erg blij dat u vandaag in zulke grote getale hier naartoe bent gekomen. Ik hoop dat we in nog grotere getalen op 25 april aanwezig zullen zijn. En die stijgende lijn moeten we voortzetten. We zullen het in eerste instantie zelf moeten doen. Gelukkig zijn er ook nog een aantal anderen, zoals de heer Van Bommel die vandaag hier aanwezig is, die overigens nu in een motorpak zie, en dat is ook wel heel erg mooi. Ik zal die stap nog niet wagen, maar u weet. Maar het is wel belangrijk dat er ook steun komt van de buitenwereld. Dus wij moeten als Molukse gemeenschap ook over de grenzen van onze eigen gemeenschap heel leren kijken. Ja, die stappen willen we zetten. En vandaag is het natuurlijk belangrijk om hier bij elkaar te komen, om te herdenken wat er met dokter Smokiel is gebeurd. Aandacht te vragen voor de politieke gevangenen. Geld te verzamelen voor die gevangenen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de grote zaak. En die grote zaak is het bereiken van ons einddoel, de Republiek Molukse Laten. Daar is het mee begonnen en daar zal het ook eindigen. En laten wij vooral hier vandaag aanwezig, met name omdat het vandaag ook, althans dit jaar, 65 jaar geleden is, dat de Molukse gemeenschap in Nederland is gekomen, vooral niet vergeten dat de komst van de Molukse gemeenschap in Nederland onlosmakelijk verbonden is met de proclamatie van de RWS. Niet alleen het dienstbevel. Het dienstbevel was het gevolg op een ontwikkeling die op 25 april 1950 is ingezet. Dat heeft geleid tot een gerechtelijke procedure en daaropvolgend is er een dienstbevel gevolgd. Dus nogmaals, zonder de RMS geen Molukse gemeenschap in Nederland. Laten we dat vooral goed in onze oren knopen. En met hart en ziel blijven strijden voor een onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken. Die strijd is nog steeds nodig. Waarom is die nodig? Omdat we allemaal weten dat het volk in Maluku nog steeds wordt onderdrukt. Dat er eigenlijk ook, met name ook op economisch terrein, een grote mate van stilstand is. Want we moeten ons allemaal afvragen hoe zo'n rijk land met bodemschatten, gas, olie, rijke zee, behoort tot de tweede armste provincie van Indonesië. En dan gaat het om onze familieleden, onze landgenoten. En zij hebben onze steun nodig. Zij kunnen het niet alleen. En wij hebben hier in het Vrije Westen, in Nederland, alle mogelijkheden om ons optimaal in te zetten voor die strijd. Wat ik dan ook met name vandaag wil vragen, en u allen hier aanwezig, is niet alleen deze dag te zien als een belangrijke dag. En ik zeg niet dat u, dat is een bekend gezegde, dat iedereen 365 dagen per jaar, 24 uur, bezig moet zijn. Dat kunnen we wel willen, maar dat gaat ons niet lukken. We hebben allemaal onze andere bezigheden. Maar meer dan 12 april, meer dan de Harry Ruit-Oud, meer dan 25 april, mag wel van u allen worden gevraagd. Met gezamenlijke krachten kunnen we binnenkort misschien dan grotere stappen zetten. Alleen op die manier kunnen we eruit komen. Een van de belangrijke projecten die nu op stapel ligt, is te kijken in hoeverre we binnen de Pacific ingang kunnen vinden. Door misschien toe te treden tot de MSG. Leer ons de gaven en talenten die we van u hebben ontvangen te delen. Want daarin vinden wij het getuigenis van onze medemenselijkheid. Want niemand van ons is meer of minder dan een ander. Want wij zijn Bangsa Alifuru Melanesië, zoals u ons hebt geroepen en voorbestemd. Een broeder, zuster, hoeder. Wij gaan als volk hier een tijd tegemoet van grote onzekerheid en veranderingen en beproeving. Wij staan voor uw aangezicht met de kernwaarden die u aan ons hebt meegegeven. Vrijheid, recht, rechtvaardigheid en broeder, zuster, hoeder. Met de talenten en gaven
die u aan ons hebt geschonken, mogen wij getuigen dat als wij onze roeping trouw blijven van recht op vrijheid, kan niets ons rechteloos maken. Als wij met de oorsprong en doel verbonden blijven, kan niets ons ontwortelen. Geen macht ter wereld, Heer, kan diegene knechten die in de echte dienstbaarheid en de echte zielsvrijheid heeft gewonnen. Daarom vragen wij om uw zegen voor de opbrengsten van deze dag en morgen. Kiranya nima tuhan Isa al-Masih, pengasihan Allah, persekutuan roh Allah yang kudus, sertai kami sekalian. Amin. Kalau bisa bikin jalanan vrij di sini, di muka ini. Bung-bung khususnya, kalau bisa bikin jalanan vrij di sini, kepala negara melanggar kembali di UNF. Terima kasih. RMS. Kalau kita mau masuk RMS, kita mesti bertanya ini. RMS Moordrecht. Sudah cukup.